Goedemorgen, we zijn hier in de visopslag van IJmuiden. Op een vrijdagochtend. We hebben heel veel vis. Er zijn boten binnengekomen vannacht. Alle handelaren komen inkopen doen voor het weekend. Vandaag staat er een kleine 60.000 kilo aan vis. Voor de vrijdag redelijk rustig, maar we kunnen wel behoorlijk wat visjes uitzoeken. Nou, dit is de hal. Hierachter meteen ligt de haven waar de schepen hun vis lossen. Dus de schepen komen aangemeerd en dan meteen de vis gaat hier naar binnen toe. Wordt hier uitgesorteerd door verschillende partijen. Op soort en op gewicht. En dan gaat het in de koelcel in en dan wordt het tentoongesteld aan de handelaren. Die dan vervolgens hun keuze kunnen maken welke vis ze willen kopen. Alle kistjes staat op van wie het is gevangen. Het wordt allemaal geregistreerd in het systeem en dan wordt straks bij de veiling. Kan je dus precies kijken van oké, dit kistje komt langs. Die heb ik opgeschreven, die wilde ik graag hebben. En dan kan je daarop bieden. Bijzonderheden. In dit seizoen eigenlijk heel veel vis beschikbaar. Vanaf het voorjaar, als de meeste vissen hebben dan kuit. Platvissen, kuit, rondvissen. En nu begint eigenlijk alles beter te worden. Dus we hebben heel veel inktvis, mooie Hollandse inktvis. Grote Hollandse flessen noemen we dat. Heel veel rode ponen. Nou ja, wij kijken hier naar de kwaliteit. Nou ja, optisch zie je eigenlijk meteen al hoe vers deze vis is. Eigenlijk de drie kenmerken. Er zit een mooie laag, slijmlaag overheen. Je ogen zijn super mooi helder. De kieuwen zijn paarsrood, zoals het hoort te zijn. De structuur is stevig. Ja, deze vis is 1-2 dagen geleden gevangen. Misschien vannacht wel. Het is een grote ponen, maar ook vol met kuit nu. Hè. Dus eigenlijk zonde, wordt heel veel poon gevangen nu. We hebben hier een mooie rode mul. Ook weer echt heel mooi. Je ziet aan de stijfheid van zijn staart, zie je dat hij nog lijkstijf is. Dus dat betekent dat hij ongeveer een uurtje of 12 geleden is gevangen. Kijk, deze vis is gewoon echt helemaal bevroren. Het is niet eens lijkstijf, maar een combinatie van bevroren en lijkstijf. Kijk, dit komt rechtstreeks van boord af. Op die tafel staan al die sorteringen. Die jongens weten precies van oké, dat is een sliptong, dat is een tong klein middel, dat is een tong groot middel. En wordt dan gesorteerd. En dat wordt dan gewogen. En dan gaat het naar de cel toe. En dan staat er dus precies, nou ja, kisten, 30 kilo klein middeltongen van die betreffende boot. Maar het is altijd veel. Deze jongens beginnen s'nachts op het drukken. Dan beginnen ze om 2 uur s'nachts, 1 uur s'nachts. Dus griet, grote grieten. Tarbot. Zo zie je ze het liefst, hè? Zo mooi groot en vers. Kijk, deze makrelen, die, zoals je ziet, deze is ook echt nog helemaal lijkstijf. Ze zijn mooi groot, alleen zit er nu kuit in de makrelen. Dus het vertekent een klein beetje. Je haalt niet zo heel veel rendement eruit als je hem fileert. Blijft echt een mooie vis. Kijk, deze vis is zo zacht, die structuur. Dus als je deze langer dan 2 dagen laat liggen, is de structuur helemaal weg. Wordt het zacht. En dan is het eigenlijk al bijna niet meer goed om te verkopen. Dan kan je er ook eens een puree van maken als kok. Maar eigenlijk voor de handel is dat niet meer interessant. Je kan er niks mee. Het ruikt heel sterk meteen. Dus eigenlijk in deze situatie, in deze status, wil je ze graag hebben als handel. Hè? Want dat betekent dat je ze gewoon nog prima een dag, anderhalve dag kan bewaren en uit te leveren. Als ik zo'n mooie vis, zo'n verse makreel, zou ik er maar 1 bereiding doen en dat is rauw. Maar een mooie tonijn tartaar van maken. Zonde eigenlijk om hem te bakken. Als je een makreel bakt en je geeft hem te veel warmte, wordt het meteen droog en tranig. Dus echt helemaal niet lekker. Heel kort bereiden en als hij heel vers is, gewoon rauw. Klein beetje citroensap en olijfolie, heerlijk. Het lijkt alsof hij helemaal geen schubben heeft, maar hij heeft eigenlijk 2 velletjes. Dus een heel dun vliesje zit er overheen. Dat moet je er eigenlijk aftrekken, afpeuzelen. Dat is nog best wel een minutieus werkje. Maar dat is wel het lekker. Want anders, als je dat in je mond krijgt, is het wat taaier. Dus dan, je moet dat er wel afhalen. Dit is een Noordzeekrab. Ja, dit is jammer dat ze niet meer levend zijn. Hè? Ik heb ze eigenlijk altijd levend. Deze worden hier aangevoerd. Alleen het nadeel is dat een krab, als hij een dag ligt, gaat hij meteen ammoniak ontwikkelen. En dan moet je echt goed ruiken aan die krabbenpoten. Dit is een bijvangst. Mooie Noordzeetongen. Hebben eigenlijk net deze week, 2 weken geleden, hebben ze het kuit verschoten. En ze zijn super mager nu. Ze moeten aansterken. Ze zijn dun. Ze zijn dun en duur. Eigenlijk een hele onvoordelige koop op dit moment. Er zit nauwelijks vlees op. Qua
kwaliteit zou ik nog een maandje wachten met ze te kopen en op de kaart te zetten. Dit is een Pieterman. Ik durf hem ook bijna niet te pakken, maar hij heeft hier een, op zijn kop heeft hij een behoorlijke fin. Als je daar door geprikt wordt, dan kan je meteen met een dikke hand naar het ziekenhuis toe. En dat is gewoon gif als je daarin prikt. En daarmee verdooft hij ook andere vissen. En hij heeft hieronder nog zo'n dingetje. Het is een beetje onbekend nog. Het is een prima vis. Ik vind het erg smakelijk. Dit zijn grote tarbotten. Ja, die wegen dus 6 kilo per stuk ongeveer. Deze is wel wat minder van kwaliteit, zie je dat? Dat zie je ook een beetje aan de kleur al. Hij is wat anders dan die... Dit is een boot die is de hele week op zee. Dus je moet echt geluk hebben dat je van de laatste trek nog wat hebt. Je hebt twee soorten roggen. We noemen dat de stekelrog en de blonde rog. Dit is een stekelrog. Die heeft allemaal pukkels bovenop zijn lijf zitten. Een stuk goedkoper dan de gladde roggen, blonde roggen. De smaak zegt volgens de chefs is allemaal hetzelfde, maar het is meer de behandelde bereiding in de keuken dat makkelijker is met een gladde rog. Je snijdt hem hier bij zijn kop, snij hem af. Ga hier naar achteren toe en dan gebruik je deze vleugel. In die vleugel zit kraakbeen. Dus haal je het vel eraf. En dan heb je eigenlijk een vleugel over met kraakbeen. Ik denk van de hele vis, van een kilo, hou je nog geen 3 ons over. Aan eetbaar gedeelte. Dus ja, de visprijs is eigenlijk al keer 3,3 inkoop. Nou, het is heel lekker om heel kort te bakken. Ik verkoop het wel veel roggen nu. Het is redelijk te betalen nu. Ja, dit zie je in België ook veel, hè? Dat wordt op de Vriendenmers gebruikt. Ja, dit zijn wulken. Je kan het rauw eten, maar dan moet je wel een behoorlijke doorgewinterde Vriendenmer-eter zijn. Want het is wat taaier. En als je het kookt, dan lijkt het wel alsof het nooit gaar wordt. Kijk, dit zijn wilde zeebaarsen. Toch wel de koning van de vis ook, hoor, vind ik, van de rondvis. Omdat er zo weinig meer is, is eigenlijk de kweekcultuur helemaal in zwoeng gekomen. En er wordt op maatjes van 400, 600 gram visjes wordt dat gekweekt, 600, 800. En dan heb je zo'n hele doos vol, alleen maar precies diezelfde maten. Dan krijg je altijd dezelfde filetjes, altijd dezelfde prijs. Ja, maar je proeft wel heel duidelijk het verschil, hoor, tussen kweek en wilde zeebaars. Je proeft bij eigenlijk niet meer niet het verschil tussen een dorade kweek of een zeebaars kweekvis. Bijna hetzelfde kwaliteit, hetzelfde smaak. Je ziet hier in de afslag verschuiving van vissoorten. Die eigenlijk door de opwarming van het water, het uitblijven van de strenge winters, in plaats van dat ze voorheen altijd in het zuiden zwommen, zwemmen ze nu ook gewoon hier in de Noordzee. Mul bijvoorbeeld. In december was ongelooflijk veel aanvoer van rode mul. Terwijl het eigenlijk is dat er van oudsher een zomervis. Ja, dus die werd hier volop aangevoerd. De kabeljauw heeft koud water nodig. Die schuift op naar het noorden. Er wordt hier bijna geen kabeljauw meer aangevoerd in de afslag. Enkele stuks nog. Het grote deel van de kabeljauw wat we nu inkopen als handel, dat halen we uit Noorwegen vandaan, IJsland, allemaal die noordelijke gebieden. Dus hier gewoon niet meer. Dat seizoen is net over. Dat zie je niet zo vaak, hoor. Een levende langoustine. Het is jammer dat hij een beetje klein is. Je haalt weinig vlees uit. Maar het is wel leuk dat hij leeft. Er zit ook wel wat slechtere tussen. Wat slap, die zijn wat ouder. Dit is een mooie. Dat is duidelijk bijvangst. Ook meteen ammoniak. Als je het iets te lang laat liggen, dan is het klaar. Dit is echt een hele mooie Noordzeekreeft. Die is eigenlijk, het lijkt een beetje Oosterschelde, maar die is in de Noordzee gevangen. Die is in super goede conditie deze, want die staat gewoon nog... Kijk, zo hoort een kreeft zich helemaal in de vijandige staat. Voor een oude kreeft is dit best wel een mooi exemplaar. Dit is echt een mooie. Die is ook prima. Ja, goed, het is natuurlijk allemaal aan één gesloten gebied. Die beestjes die hebben natuurlijk geen idee van waar ze zwemmen. Dus die zwemmen ook soms in en uit de Oosterschelde in de Noordzee. En deze boten die vissen een beetje aan de zuidkant van de Noordzee. Dus het kan zomaar zijn dat ze wat kreeften meepakken. Wat wel grappig is om te zien dat je het verschil met vrouwtjes en mannetjes heel goed ziet, hè, bij kreeften. Vrouwtjes, net als in het echte, hebben een brede heup. Die eitjes die komen hieronder. Kijk, dit is een mannetje. Kijk, die heeft hier twee puntjes. En als de kreeften verschalen, als de kreeft zacht is, vrouwtjes worden dan bevrucht in die periode. Dan duikt de mannetje erop en dan kan hij het vrouwtje met die twee tentakeltjes kan hij bevruchten. En er wordt nu nog steeds vis binnengebracht. Ja. Dit is veruit de meest aangevoerde vis hier in IJmuiden. Zoals in heel Nederland, op school. Ze zijn nog best redelijk klein.
nog niet zo dik. Het is echt een zomervis. Moet je eigenlijk gewoon in het midden van de zomer eten. Ja, ik wacht eigenlijk met het kopen van deze schollen tot ze echt heel mooi dik zijn. Dan voel je dat vlees, dat is echt alsof er een soort bultje op zijn rug zit. En dan is dat echt super dik. En dan zijn die schollen echt het mooiste. Dit noemen ze zwarte inktvis. De vissers noemen het zeekatten. Dat is echt een Hollands product. Heel erg smakelijk. Deze beestjes die voeden zich onder andere met kreeft in de verschalingsperiode. Dan is hij helemaal zacht. En deze gaan op die kreeft zitten. Ze hebben hier een schild. En dan breken ze die hele kreeft op midden en dan gaat hij zo naar binnen. Eigenlijk is dit de enige natuurlijke vijand van de kreeft. Het is een prachtig Hollands visje. Het is relatief in prijs een stuk voordeliger dan die pijlinktvis. En heel erg smakelijk. Het is even werk om het schoon te maken. Maar je haalt echt hele mooie, dikke filets haaien ervan af. Dit zijn zeekatten vanuit de Oosterschelde. Dit is van mijn grote vriend Peter Scherpenisse, kreeftenvisser. En in zijn netten heeft hij nu deze zeekatten. Zij weten eigenlijk als er veel zeekatten zitten, de kreeft is nu in de verschalingsperiode, dan is het voor hun nadelig, want dan betekent dat er gewoon weinig kreeftenvang is. Nou, hier moet je dus heel erg mee oppassen, want je ziet hem aan de roodheid. Kijk, dit is gewoon echt een stampboot, dat zie je. De manier waarop ze die kisten hebben. Er zijn heel veel roders, die beesten worden verkeerd gestoken. Een tarbot doen ze aan boord, geven ze hem een inkeping, hè? In de ruggengraat, om het bloed eruit te laten lopen. Als je dat niet goed doet, dan wordt dat hele vlees helemaal rood door bloed. Dit is een zeeduivel, kleintje. Eigenlijk het enige wat je ervan kan gebruiken is de staart. Het meeste gewicht zit in de kop. Eigenlijk gooi je het meteen weg, er zit niks in. Het is een beetje een onvoordelig visje om te fileren. Alleen ja, wel heel erg smaakvol natuurlijk. Dit zijn zeebaars, die worden met de hengel gevangen. Normaal een zeebaars, als hij met een net wordt gevangen, zie je heel vaak dat hij geknakt is in de kop. Dat hij helemaal rode bloedingen krijgt. En eigenlijk bij een hengel zie je dat bijna niet. Nou zijn dit redelijk goeie hoor, want ze zijn allemaal vrij, is wel met een net gevangen. Maar echt redelijk goed. Er zijn weinig beschadigingen, dus deze zou je prima kunnen kopen. Een aantal boten die vissen met de fly shoot techniek. Dat zijn eigenlijk netten die als het ware in het water zweven met een gewichtje, zorgen voor een opening. En die vissen, zoals ponen en mullen, dat is een zwemmende vis, die wordt eigenlijk met de boot mee zo meegetrokken in dit net. En op het allerlaatste moment wordt die pas aan boord gehezen. Ze hebben bijna geen beschadiging of ze hebben niet te lijden van het feit dat ze in de netten zitten. Vleeshoedboten die zijn vaak 1-2 dagen zijn ze op zee en dan komen ze weer hier een vis los en dan gaan ze weer weg. Vis is ook altijd duurder. Qua polen, dit zijn boten die zijn wat langer op zee. Andere vangsttechniek, die hebben ook polen, maar die polen zijn mindere kwaliteit. En voor de export zijn die niet geschikt. Export koopt altijd polen van vleeshoedboten. Kijk, deze kreeft is super kreeft, alleen hij zit helemaal vol met eitjes. De ene chef-kok die vindt het prachtig, want die maakt er de mooiste sauzen van. En de ander die zegt van nou, nee, dat wil ik absoluut niet, want ik vind dat gewoon dat je niet duurzaam bezig bent met de visserij. Ja, ik neig ook naar de tweede. Ik verkoop eigenlijk geen kreeften met eitjes. Ik vind dat je ze terug moet zetten. In het Oosterschelde doen ze dat ook. Je krijgt een hele dikke boete als ze dat niet doen hoor. Zijn dit wel mooie kreeften allemaal. Dus kijk, dit is een zachte. Die is aan het verschalen, zie je? Dus die kan je helemaal indeuken. Die gaat zijn panzer straks verliezen. Dan blijft er echt alleen maar een zachte kreeft over. Kijk, deze is helemaal leeg, die schaar. Er zit helemaal niks in. Dus die is voor de soep. Ze zijn daar bezig met ontleding van de tarbotten. Ze halen de kiel eruit, dus ze doen geslachtsbepaling. Het is eigenlijk met het doel om te kijken hoe de visstand zich ontwikkelt in de tarbot. Dit is horsmakreel. Ja. Ik verkoop het eigenlijk nooit. In Japan zijn ze er gek op. Het is een hele stugge vis. Hè. Er zit hier een soort extra graad zit erin. Je houdt maar heel weinig vlees ervan over. Het is ook heel goedkoop. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.